Het 24 kilometer lange fietspad dat loopt van Rustenwerk tot Bakkie te Noord-Ommewijnen wordt gerehabiliteerd. Het officieel startsein is op 27 september gegeven. Dit in het kader van Wereldtoerismedag. De werkzaamheden zijn nu in volle gang. Daar een groot gedeelte van het fietspad door het rivierwater is weggespoeld, zullen er 7 bruggen worden gebouwd om het fietspad tot een aaneensluitend geheel te maken. Armand van Aalen, directeur van NV van Aalens betonindustrie Fabi, die ook een enorme bijdrage levert aan dit project, heeft op eigen kosten 2 duurzame bruggen gebouwd te Rustenwerk. Onlangs heeft Grasalco een grote partij steenslag en boulders geschonken om grote delen van het fietspad te verharden. Dit autovrije fietspad is van grote betekenis voor zowel toeristen als voor de lokale bevolking. Volgens Cyrano Salman, een van de clusterpartners, zullen er met dit project niet alleen meer toeristen worden aangetrokken, maar kunnen zij ook langer op toeristische plekken blijven en met de fiets de voormalige Hollandse plantages bezichtigen. Het is de bedoeling dat het gerehabiliteerde fietspad in mei 2019 volledig in gebruik zal worden genomen.